Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je zo snel mogelijk fit kunt worden. Je ziet wel eens van die plaatjes en dan zie je in 28 dagen helemaal resultaat en helemaal droog. En nou ja, goed, dat is heel erg moeilijk in 28 dagen. Maar wat wel mogelijk is in 28 dagen, vind ik, is fitter worden. Dus meer kunnen doen en een betere, zoals mensen dat wel zeggen, conditie krijgen. Toen ik de Helweek deed, heb ik dit geleerd en het heeft mij echt super geholpen. Terwijl ik echt een hekel heb aan hardlopen. Maar deze manier, die geeft je echt even een boost in de ochtend. Je verbrandt er natuurlijk calorieën mee, maar je bouwt ook echt wat op. En je krijgt gewoon echt zin in de dag. Je krijgt gewoon echt het gevoel van bam, dat heb ik al achter de rug. Je zet je wekker op een vroeg tijdstip, voor jou vroeg. In de hele week was dat 5 uur, maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook zeggen van nou, normaal sta ik om 7 uur op en dan zet ik hem nu om 6:30. Dus je zet in ieder geval je wekker een half uurtje eerder dan normaal. Je legt je sportkleding klaar in de avond. Dan trek je je sportkleding aan en woesh, je bent naar buiten. 10 minuten ga je hardlopen of een beetje joggen. In ieder geval 10 minuten ga je naar buiten en je doet gewoon even 10 minuten je best. Het is super kort, dus de drempel om het te doen is minder groot. Maar je zult merken als je weer binnenkomt, dan denk je echt van, oh wat lekker. Misschien heb je de zon zien opkomen, echt heerlijk. Je gaat je echt super veel beter voelen. Heb je moeite met opstaan? Denk dan aan leuke dingen. Denk aan de koffie die je na het rennen mag drinken van jezelf. Of de lekkere douche die je kunt nemen. Aan zulke soort dingen gewoon lekker blijven denken. En hou het gewoon positief voor jezelf. Zodat je het ook echt leuk vindt om te doen. Ha, voeding. Ontbijt altijd met havermout. En het liefste met water of magere kwark in een mix. Doe er iets van fruit door om het iets wat zoetiger te maken. Maar hou dat als basis als jouw ontbijt. Later op de dag kun je natuurlijk altijd een broodje nemen. Kies dan wel voor volkoren brood. Niet te vettige dingen, geen suiker. Probeer echt zo min mogelijk suiker te eten. Eigenlijk zijn dat allerlei tips in één. Maar het gaat over het algemeen gewoon om gezonde voeding. En ik denk dat de meeste mensen wel zullen weten wat gezonde voeding inhoudt. Maar hou daarbij wel rekening mee dat je dus niet allerlei dingen moet gaan skippen, zoals koolhydraten. Want deze heb je gewoon nodig voor jouw energie. Havermout, volkoren crackers, volkoren brood, zilvervliesrijst, zoete aardappel. Alle van dat soort dingen zijn allemaal goed. Als je meer wilt weten over welke voeding goed is, gewoon even je reactie hieronder en dan geef ik antwoord. Doe zoveel mogelijk op de fiets. Misschien woon je ver van je werk of is het gewoon echt niet te doen af en toe met boodschappen en kinderen en dingen. Maar ga zo veel mogelijk op de fiets. Volgens mij helpt het niet alleen om fitter te worden, maar ook gewoon af en toe om je hoofd even leeg te maken. Want rijden, tenminste zo ervaar ik dat, geeft mij veel meer stress dan fietsen. Van fietsen word ik echt een beetje relaxed en heb ik zo het gevoel van, oh, ik doe ook nog wat met mijn lichaam. En ik hoor de vogeltjes fluiten, ik zie meer dingen om me heen, het gaat allemaal wat rustiger. En met autorijden ben ik toch altijd wat gestrester. En ja, dat doet ook niet echt goed om lekker fit te voelen. 4. Sporten. Maar om nou echt veel te sporten, zul je misschien fitness kunnen combineren met dat hardlopen in de ochtend. Of met iets wat je gewoon super leuk vindt om te doen. Met die vriendin afspreken om te tennissen. Met die ga ik een keer een yogalesje inplannen. Dus je hebt eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Je wordt fitter en je probeert iets nieuws. En misschien kom je er wel achter wat jij nou echt super leuk vindt om te doen. Ga vaker de deur uit. Plan dingen in. En natuurlijk niet lekker uit eten gaan met wijntjes en drankjes en uitgaan erbij. Nee, andere dingen waarbij je veel beweging hebt. Bijvoorbeeld een dagje shoppen. Loop je best wel veel. Of misschien heb je nog een paar leuke vrienden die gaan verhuizen. Dan moet je ook heel erg veel tillen. Je hebt het niet door, maar je gebruikt dan echt veel meer kracht. Je wordt veel fitter. En je doet ook nog eens iets goeds voor iemand. Heb je rolschaatsen ergens in je huis liggen? Dan kun je dus even lekker een stukje gaan rolschaatsen. En daar word je ook fitter van.
ik hoop dat jullie lekker met allen gaan meedoen om lekker fit te worden. Nog eventjes die laatste zomermaand gebruik van maken om lekker de deur uit te gaan en om ons alvast voor te bereiden op de herfst en de winter, waarbij we weer allemaal thuis op de bank moeten blijven liggen. Oh, heerlijk.